spannend. Allemaal. Fucking hell, hè. Hey. Nee. Ga je mee? Dat we dadelijk gewoon Ahoy gaan spelen. Dat is gewoon niet voor te stellen. Mijn meisjesdroom komt uit. Zat er mijn haar in? Vandaag, want ja. Ik ken hem niet meer. 10 jaar Volumia hebben wij nog nooit normaal kunnen soundchecken. A, komt iedereen te laat. C, ja, En B, C, iedereen schreeuwt maar wat door elkaar heen. Maar je raakt er gewend. Ik weet niet of ik een enorme adrenaline kick ga krijgen of dat ik juist heel emotioneel ga worden. Ik weet het niet. Ik weet wel één ding, is dat er gewoon 11.000 mensen naar 10 mensen op het podium zitten te kijken. En ik ben dan een van die 10 mensen. Dat is gewoon nog even niet te bevatten. Jee. Yeah. Oh, oh. Hé, hey, moet je kijken. Ahoy is natuurlijk sowieso heel, heel groot. En het is eigenlijk wel het grootste wat je kan bereiken in Nederland. En als je dan hier bent, en je wordt 's morgens wakker. En we hebben elkaar allemaal gebeld. Ik heb iedereen een berichtje gestuurd van zenuwen. Dan krijg je een berichtje terug. Yep. Relativiteit. Go!
Dank je wel!
dus over heb ik realiseer ik me eigenlijk al van dit kan wel eens heel groot geworden en kan een beetje uit de klauwen gaan lopen. Dat is iets van wat is belangrijker, stap vooruit of een stap achteruit? Oftewel, stap vooruit erg herkend worden of stap achteruit en gewoon je kar kunnen volladen bij Appie Heijn zonder dat je gelijk een handtekening moet zetten. En voor mij was dat laatste belangrijk. De volgende van de nieuwste plaat. En hij zit al klaar voor de toetsen. Vannacht! Zo zacht, zo zacht.
Niet normaal, hè? 9 verschillende mensen, 9 verschillende karakters en toch 10 jaar bij elkaar zijn, elkaar geaccepteerd, getolereerd. Ze vergeleken ons wel eens met een secte, van ja, daar kom je bijna niet tussen. Als eentje een nieuwe vriend of vriendin had, dan kreeg hij meteen 8 broers of zussen bij. Het valt eigenlijk niet te beschrijven. Ik heb ook in mijn cd-inlay, dan mocht iedereen eigenlijk 10 jaar samenvatten. Heb ik ook geschreven, nou, volgens mij kan ik gewoon boeken volschrijven en anekdotes. Gewoon speelfilms maken. We hebben zoveel meegemaakt. Het mooie is dat je uiteindelijk ook alleen maar de leuke dingen je herinnert. Want we hebben natuurlijk ook een hoop shit meegemaakt. Dingen die we nooit hadden kunnen bevroeden, die ons hadden overkomen. Wat dan? Nou ja, je krijgt natuurlijk toch een hoop gedoe met platenmaatschappijen, tegengestelde belangen. Kijk, als het uiteindelijk om veel geld gaat, dan weet iedereen dat dingen toch anders gaan en dat dingen toch anders lopen. Maar zo wie? Op een gegeven moment, en dat is dan wel een hele objectieve beslissing geweest, dat moet je ook durven risico te nemen en durven een nieuwe uitdaging aan te gaan. En dat was ook echt, dat is ook echt de enige reden waarom Volumia nu uit elkaar gaat. Het voelt eigenlijk als een scheiding, een echtscheiding waar je achter staat. Maar het doet toch pijn. Want je draagt gewoon 10 jaar met je mee en je dingen hebt meegemaakt. En kijk, als het afscheid is geweest en je bent weer na 2 maanden je normale leven aan het oppikken, dan kun je natuurlijk alleen nog maar aan de leuke dingen denken. Maar in het begin is het natuurlijk best wel eventjes heftig. Zomaar 21 levens, had ik
deze ademhaal op jou gedeeld. Ik zal maar 21 keer niet aan de vraag. Oh,
hebben nu meet and greet. Dus gaan we maar even doen. Hallo allemaal. Hey, hallo. Hoi. Hoi. Zijn wij. Hey, dat is altijd goed. Moet mijn telefoon allemaal erbij spelen. Ja, doe het. Er zijn fans die ons gewoon al 10 jaar ook kennen en volgen. Sommige mensen hadden, fans hadden een beetje moeite misschien dat wij overstapten van het studenten, zuipen, veel kabaal, genre naar wat serieuzere werk. Maar ze zijn ons eigenlijk ook altijd trouw gebleven. Ik heb, ja. Hallo. Ik weet het nog niet precies. Brieven en foto's en wat rozen en dit is een hele grote kaart voor de hele band. Dus die ga ik dadelijk even laten zien in de kleedkamer. Heb je ook wel eens pikant gekregen, slipjes? Nee, nog nooit. Ja, 1 keer. Ik heb 1 keer een hele grote oude witte oma broek naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Toen ik die tegen me aankreeg, vloog ik bijna 2 meter naar achteren. Zo groot was die. Maar nee, maar voor de rest blijft het behoorlijk netjes, vind ik. Ja, als jij nog even je slip gooit. Is dat goed? Jullie hebben je altijd als band gepresenteerd. He, 9 man volume. Ja. Op een gegeven moment werd toch Sander mateloos populair. Heb je dat wel eens vervelend gevonden of hoe was dat binnen de groep? Nee, ik zelf heb dat nooit echt. Ja, ik heb er sowieso geen zin in om herkend te worden op straat. Ik wil gewoon mijn eigen dingen kunnen muziek maken. Er lekker van kunnen leven, leuke dingen meemaken. Dus mij heeft dat nooit echt gestoord. En nou, ik denk misschien voor de meiden. Want die hadden vroeger een hele belangrijke rol, die zongen ook solos en dat zijn gewoon hele goede zangeressen. Die moesten echt een stapje terug doen en voor hun was het moeilijker. Maar ik vind dat ze dat heel professioneel en goed hebben opgepakt op een gegeven moment. Ze echt hebben weggezet voor de band en ik neem mijn petje vooraf. Dat vind ik wel goed. Maar dat klinkt wel een beetje moe, dames en heren. Misschien hebben ze nog even een heel rustig romantisch liedje moeten doen. Een liedje dat jullie al kennen. Maar dan moet je me wel beloven dat je een hele kabaal maakt met het liedje. Help ons nog even mee. Hou me vast. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog buiten staat. Niemand weet waarom sterren vallen. Niemand weet waarom de dood ons volgt. Niemand weet waarom een mens ontslaapt in de kou. Maar ik weet dat ik van je hou. Oké, ahoy, zing! Leg mijn hoofd neer.
schade. Laat me vast, streel me zachtjes door een raam. Laat me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel. In mijn arm zei je stond alles wat ik weet. Zeg me niets, sla je armen om me heen. Praat niet met me, hou me stevig vast. Woorden schieten door te kort, als ik mijn hart bij jou uitstoot. Praat niet met me, hou me stevig vast. Wat je mij vertelt.
Zag ik jullie bij de meet and greet. Ongelooflijk hoeveel fans en meisjes jullie willen ontmoeten. Hoe vind je dat? Ja, heel raar eigenlijk. Ik kan het me wel heel goed voorstellen, dat wel. Maar ik ben zelf nooit ergens echt fan van geweest. Wel, ik heb wel heel veel dingen heel goed gevonden, of vind ik nog steeds goed. Maar ik ben er nooit echt fan, nooit posters of handtekeningen of weet ik wat van. Datgene of diegene gevraagd die ik te gek vind. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zich ergens aan vasthouden, aan muziek of aan een persoon. En ik vind het wel heel erg mooi eigenlijk. Dat je toch mensen iets kunt geven wat ze misschien missen. Of ja, een droompje voor diegene die werkelijkheid wordt om ons dan te ontmoeten. Ik zelf vind het heel vreemd, maar ik snap het wel. Voor de vrolijkheid in deze feestmaal die ik nog hoor. Jij! Yeah.
maakt goed waar ik vergeet. Jij kan slapen met mij. Zodat wij de liefde eindeloos beleven. Oeh, de lucht ontglipt me. Oeh, mijn hart klopt naar je toe. Mijn hoofd is steeds bij. Ja, 1992, de opdruk van ons allereerste t-shirt was Volumia World Tour. En daar stond onder de eerste locatie en datum het zinkviooltje, kampeerboerderij Epe. Dat was ons eerste optreden en ik heb me altijd voorgenomen, ik eindig in Ahoy met de band. En ik denk dat we dat doen. We eindigen in Ahoy. En we eindigen ook met een van onze mooiste liedjes, denk ik, die Sander ooit geschreven heeft, Afscheid. Ja, emotioneel, maar een heel mooi moment. Je kunt toch niet mooier afsluiten? Deze is voor jullie. Altijd bij elkaar, mijn armen om je heen. Mijn allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen. Laatste weken, de dagen gingen snel. En dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat, want je moet. Ik weet je niet. Als het even kon gaan, bleef ik nog een nacht bij jou. Als het even kon gaan, bleef ik nog een nacht bij jou. Zou ik zeggen dat ik op je wacht, en dat de toekomst naar ons slaagt, dan zou ik zeggen voor een zoveelste keer, ik wil geen nooit meer. Staat van buiten, de achterklep slaat dicht.
laatste lange kus in het vroege ochtendlicht. Je kijkt me liefjes aan en pakt me stevig beet. Ik fluister in je oor dat ik je niet vergeet. Zeg dat je niet hoeft te gaan staan, dat je aan mij echt doorlaat. Zeg dat je niet hoeft te gaan staan, gaan schat, want je moet, ik weet je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog naar de aan. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht met jou gaan. Zou ik zeggen dat ik op je wacht en dat de toekomst naar ons lacht, dan zou ik zeggen voor een zoveel stuur. Ik wil gaan op nooit meer, nooit meer zal ik voelen wat ik voel voor jou. Ik hoop dat ik kan leven zonder jou. Kom, ga nu maar, veeg je tranen weg en onthoud heel goed dat ik van je ga. Van je ga houden. Kom.
10 jaar voor gewerkt.